Goedendag, ik spreek met Kobi Severings. En ik ben hier nog steeds op de kunstroute in Tolen. En ik ben nu in de Nederlandse Hervormde Kerk. En Kobi, ik zie een heleboel leuke hoedjes hier op de achtergrond. Dat is mijn hobby, ik ben hoedemaakster. Ik laat het zien aan de mensen en misschien eventueel wil ze wat kopen. Dat kan ook. Ja, maar dat zijn ook eigenlijk allemaal hele mooie hoedjes. Echt kunstzinnige objecten. Het zijn allemaal unieke stukken. Ja. En voor iedereen is wel iets. Want maak je die voor in opdracht? Of? Nee, ik maak wat ik zelf mooi vind. Ja. En dan, zoveel gezichten, zoveel mensen. Maar ik heb ook zoveel verschillende hoeden en dingen. En ja, altijd wel iets. Daar past altijd wel een hoed altijd wel iets bij iemand. Of een haardecoratie. Ja. Of een ketting. Of wat dan ook. Of een gefilte sjaal, dat kan ook. Mm-hmm. Lekker warm in de winter. En waar kom je vandaan? Ik kom uit Vlissingen. Uit Vlissingen. En heb je daar ook een winkel of een atelier? Nee, een klein atelier, maar in huis. Ja. In huis. En iemand die nou zegt, goh, dat is leuk, ik heb een hoedje nodig en dat wil ik speciaal laten maken voor een aparte gelegenheid. Die kan dat bij kan. Jou terecht? Dat kan, ja. Dat kan. Ja hoor, zeker. En dan overleggen jullie samen? Dan gaan we overleggen en dan de kleuren zoeken en dan kan ik dat maken. Oh ja. Ja. Nou, het is en hoe ben je daartoe gekomen? Ik vond hoeden altijd al heel erg leuk. En dan heb ik een keer een workshop gevolgd. En ben later een modistenopleiding gaan volgen. Mm-hmm. Ja, zo ben ik er toe gekomen. Ja. En schilderen doe ik ook. Dus vandaar kon ik het combineren met de kleuren en de hoeden. En alles daarbij. Nou, ik vind het heel mooi. Ja. En het is ook commercieel, zoals je zegt. Hè? En wat moet ik nou aan denken? Aan die hoeden? Wat ligt de prijs? Ja, dat is heel verschillend. Ja. Meestal is het gewoon alleen het materiaal. Want mm-hmm. Ik ben er soms dagen of uren of dagen aan bezig. Ja. En materiaal, het vilt maak ik ook zelf. Dus ik moet eerst het vilt zelf maken en dan een hoedje van trekken. Dus, dat is niet echt in geld uit te drukken. Nee, eigenlijk niet. Nee, het is echt hobby. En als je er een gemaakt hebt en je bent er heel erg over tevreden, doe je dan met pijn in je hart afstand ervan als iemand hem komt kopen? Wel, een beetje wel. Toch wel? Als ik al wat verkoop, dan maak ik van altijd een foto dat ik het heb met de persoon erop die het heeft gekocht. Ja. Ja. En dan is het nog heel mooi natuurlijk als je toevallig iemand ziet lopen met jouw creatie. Dat is natuurlijk helemaal geweldig. Ja, natuurlijk. Oké, nou dankjewel. Alsjeblieft, graag gedaan.